Waarom roken we ongemerkt allemaal 2 pakjes sigaretten per week? Dit is de Universiteit van Nederland. Goedenavond iedereen. Waarom roken we allemaal ongemerkt bijna 2 pakjes sigaretten per week? Wat denken jullie? Iemand enig idee? Is het onzin of is het waar? Wie zegt dat het onzin is? Mag ik eens even wat vingers zien? 1 iemand die durft. Wie zegt dat het waar is? Wat meer vingers. Even de meneer die zegt dat het onzin is. Waar komt u vandaan? Amsterdam. Heb ik slecht nieuws voor u. Het is namelijk echt zo. En zeker ook voor u. Het heeft te maken met fijnstof. En daar gaan we het nu over hebben. Ik ben hoogleraar preventieve geneeskunde. Werk bij de Universiteit van Maastricht. En doe al jarenlang onderzoek naar preventie van chronische ziekten. Met name longziekte, hart-vaatziekte. En in die zin ben ik ook bezig met stoppen met roken. Wat zijn de effecten van roken? Maar ook wat zijn de effecten van fijnstof, luchtvervuiling op onder andere de longen. Het eerste onderzoek waar ik mee bezig was, nu alweer bijna 20 jaar geleden, was vanuit de Universiteit van Maastricht dat we onderzoek deden naar de A2. Misschien kunt u zich nog herinneren, de A2 voordat die ondertunneld was. Die A2 die door Maastricht heen loopt, met schooltjes en allemaal flats daarlangs. Als je op vakantie ging, dan kwam je er altijd langs. Moest je eindeloos wachten met die stoplichten. Wat wij gedaan hebben, is we hebben gekeken naar de kinderen die daar op school zitten. Basisscholen langs de A2. En die hebben we gemeten. De longen, we hebben gekeken naar de klachten. En die hebben we vergeleken met kinderen die elders in de stad zaten. En het was voor ons echt een schokkende ontdekking dat ze niet alleen meer hoestklachten hadden, maar dat ze ook beduidend meer lagere longfunctie hadden. En dat was eigenlijk een reden om daar veel verder onderzoek naar te gaan doen. Het is ook een van de redenen geweest dat uiteindelijk die A2 ondertunneld is. En misschien heeft u er al gebruik van gemaakt op dit moment van die tunnel. Het is geweldig als je in Maastricht woont nu op dit moment. Maar dat is de enige manier om zeg maar die blootstelling aan fijnstof, om daar wat aan te doen. Wat is nou precies fijnstof? Is er goed fijnstof? Is fijnstof altijd slecht? Als je bijvoorbeeld op een van de eilanden van de Waddenzee, dus een van de Waddeneilanden woont, ik noem maar wat Vlieland. Wat denkt u, word je dan blootgesteld aan fijnstof? Logische gedachte is dat je niet blootgesteld wordt aan fijnstof. Maar je wordt blootgesteld aan heel veel fijnstof daar. Alleen het is gezond fijnstof. Het is namelijk zeezout. En dat kan helemaal geen kwaad. Dat is zelfs gezond voor de longen. We hebben ook heel ongezond fijnstof. En dat is met name de fijnstof die vrijkomt bij verbranding, bij verbrandingsprocessen. Dan kun je dus denken aan uitstoot van verkeer. Dieselmotoren zijn het slechtste. Vrachtauto's die zijn heel erg slecht. Maar je kunt ook denken aan verbranding bij fabrieken, bijvoorbeeld vuilverbrandingsfabrieken. In het algemeen is het zo dat hoe kleiner het fijnstof, hoe erger of het is. Je ziet fijnstof, zie je niet. Het is eigenlijk een soort sluipmoordenaar. En hoe kleiner fijnstof is, hoe erger of het is. Wat we hier zien is een animatie van de longen. Je moet zich voorstellen, u zit op dit moment te ademen. U ziet hier misschien wat rook, zit u hier. Dat hebben wij niet zelf gemaakt, maar er wordt hier wat rook gegenereerd. Het is ook een discotheek, dus dat betekent dat er een rookmachine ook is. U ademt nu op dit moment ook rook binnen. En dat zie je ook in deze animatie, zie je dat ook gebeuren. Grote deeltjes die slaan achter in de keel neer, die kunnen die bocht niet maken. De iets kleinere deeltjes die komen wel wat dieper in de longen, maar die komen vast te zitten in de trilharen die er zitten. En dat is een soort rupsysteem waarbij die deeltjes omhoog getransporteerd worden en dan uiteindelijk weer uitgehoest worden. En die kunnen dus geen kwaad. De allerkleinste deeltjes, dat zijn die gele deeltjes die je ziet op die animatie, dat zijn de deeltjes die het diepst in de longen komen. En die doen het meeste kwaad. En dat zijn die deeltjes die wat we dan noemen de PM2,5 zijn. Dat zijn dus deeltjes die dus heel erg klein zijn, kleiner dan 2,5 micrometer. Nou heeft de EU, die heeft richtlijnen opgesteld, omdat het belangrijk is
dat we met elkaar proberen om dat ongezonde fijnstof zo laag mogelijk te maken. Dus wat ze nu gemaakt hebben, ze hebben gezegd, er mag niet meer dan 25 microgram per kubieke meter magazijn aan fijnstof. En dat is een norm. Daaronder is er nog steeds wel, op het moment dat je blootgesteld wordt aan schadelijke deeltjes, nog een kans dat je ervan ziek wordt. Maar daarboven neemt die kans echt aanzienlijk toe. Ook de kans op overlijden neemt aanzienlijk toe. En de Gezondheidsraad, die heeft vorig jaar is die met een rapport gekomen. En in dat rapport kwam naar voren toe dat ieder jaar in Nederland zo'n 12.000 mensen, dat die ieder jaar extra overlijden, vroegtijdig overlijden, vanwege de blootstelling aan fijnstof. Weet u hoeveel slachtoffers er zijn vanwege het verkeer? 600. Betekent dat er 20 keer zoveel mensen overlijden ten gevolge van fijnstof dan ten gevolge van verkeersslachtoffers. We maken ons allemaal heel druk om verkeersslachtoffers, maar maken we ons ook echt druk vanwege het fijnstof? Kunt u zich voorstellen, 12.000 mensen. Dat zijn dus 25 volle jumbo's die per jaar neerstorten. Dat is nogal wat. 25 volle jumbo's. Er gebeurt dus heel wat. Dus het is echt een gigantisch probleem. We kunnen het niet bagatelliseren. En dat betekent ook dat er in Nederland voor gekozen is om voortdurend te meten. Er zijn grootschalig wordt er in Nederland wordt er gemeten op allerlei plekken. Op dit moment is Rotterdam kampioen in vervuiling. Dus dat betekent in Rotterdam rook je toch wel ongeveer 7 sigaretten per dag rook je mee vanwege die luchtvervuiling. In Amsterdam is het ietsje beter. We hebben even gemeten hier. Op dit moment zit het op 6. En als u hier kijkt, ik noemde het net eventjes, als u zo kijkt in die spot, dan ziet u de rook. Ziet u. Op dit moment staat het hier ook heel erg hoog. U overlijdt niet vanavond. Het komt allemaal goed. Maar het laat wel zien dat er echt wat aan de hand is. Dus je kunt gewoon, op het moment dat je blootgesteld wordt, is er wel een serieus probleem is er aan de hand. Wat u hier ziet, is Amsterdam. Misschien herkent u de plek. Dit is een bakfiets, een mevrouw. Het artikel heeft gestaan in de Parool. Ik weet niet wie van u de Parool leest. Mevrouw die fietst hier rond met haar 2 kinderen in een bakfiets. En onderhand meet zij de blootstelling aan fijn stof. En zij rijdt langs een rij auto's die voor een verkeerslicht staan. En je ziet op die meter, zie je dat blauwe puntje. Je ziet dat het steeds meer omhoog gaat. En dat ze op het moment dat ze vlak bij een vrachtauto komen, daar helemaal aan het eind, dan zie je dat het maximaal is. We zien het filmpje niet helemaal af. Maar als je het op een gegeven moment het filmpje helemaal tot het eind zou zien, dan zie je zelfs dat als er bromfietsen langskomen, dat het echt een enorme toename is. Als je dit filmpje ziet, en ik kan het je van harte aanraden, dan doe je echt je smerig dieselverkoopje. Of doe je weg. En je bromfiets ook. Want het is echt een enorme expositie. En dat betekent ook dat ik voor mezelf, ik weet niet wie van u hardloopt, maar dat ik voor mezelf heb ik echt al jaren geleden heb ik besluit genomen, ik loop niet meer hard langs de snelweg. Want dan word ik gewoon blootgesteld aan een hoop troep. Dat is hetzelfde als hardlopen en tegelijk aan het roken zijn. Nou ja, ik kan je voorstellen, dat is niet gezond. Dat is gewoon niet lekker. Wat wij op dit moment doen is, wij zijn bezig met onderzoek, onder andere in India. We zijn aan het kijken naar hoe erg nou op dit moment de luchtvervuiling is in India. New Delhi, misschien weet u het, misschien heeft u iets meegekregen in de media. New Delhi is de meest vervuilde stad in de wereld. Ik had het net over 25. In New Delhi is het op dit moment 400 tot 800. Dat is dagelijks. Dus er zijn niet dagen dat het beneden de 400 is. Dat betekent dat als je daar aankomt, ik kom maar regelmatig, vlieg daar naartoe en dan zie je op je app dat het prachtig stralend weer is. Maar je gaat er door een deken van fijn stof ga je heen met vliegtuig. En zo'n 10 meter boven de grond zie je nog steeds niet de landingsbaan. Zo erg is het. Het is echt een hele dichte mist waar je doorheen gaat. In het zuiden van India zijn we bezig met in sloppenwijken. En daar kijken we, hier ziet u een van de beelden, ziet u, van wat we aan het doen zijn in een sloppenwijk. En een van de problemen waar we tegenaan lopen, is dat de mensen in India koken op open vuur.
Met name de arme mensen die koken op open vuur. Kinderen, moeders die blootgesteld worden aan open vuur. En hier spreken we niet over 400 tot 800, maar hier spreken we over 1500. Dus het zijn echt gigantische concentraties. Dat betekent, het is absoluut doodsoorzaak nummer 1 van kinderen in sloppenwijken. Wat we nu gedaan hebben, is om te kijken of we een oplossing kunnen bedenken voor deze kinderen. Wat we gedaan hebben is, kunnen we samen met sloppenwijkbewoners oventjes maken, zodat zij minder blootgesteld worden aan rook. En we hebben oventjes gemaakt samen met de mensen. Wat u hier ziet, is die blokken, paarse blokken die u ziet. Hebben we samen aan ze gevraagd van, nou, maak eens een oventje zoals u wil en wat past bij uw manier van koken. Vervolgens hebben we dat technisch geperfectioneerd. En uiteindelijk hebben we oventjes gemaakt die 90% minder rook geven. En we hebben ook oventjes gemaakt die ongeveer 10 euro kosten. Want ze kunnen bijna niks betalen. En dat is een prachtig mooi onderzoek wat we daar gedaan hebben. Kun je nou, als het gaat over luchtvervuiling, kun je dat nou zien? Kun je dat zien aan iemand dat die blootgesteld wordt aan luchtvervuiling? Als iemand overleden is, kun je het heel goed zien. Stel, je haalt zijn longen uit zijn lijf. Dan kun je zien of die blootgesteld is aan vervuiling. De linkerlong die je ziet, dat is de long van iemand die gezond is. Die heeft nooit gerookt, is niet blootgesteld aan fijn stof. De rechterlong is de meest vervuilde long. Dat is van iemand die zijn leven lang gerookt heeft. En de middelste long, die er een beetje tussenin zit, is iemand die zijn leven lang in de stad gewoond heeft. Dus dat betekent wel degelijk dat je dat kunt zien. Maar je kunt het ook meten. En je kunt het meten aan de hand van de longfunctie. En dat wil ik u even laten zien aan de hand van deze grafiek. U kunt hier zien wat er gebeurt. Hoe iemand zijn longfunctie zich ontwikkelt. Ongeveer als iemand 35 jaar oud is, dan is de longfunctie maximaal. Dat kunt u hier zien. Dit is iemand die niet blootgesteld is aan fijn stof en die ook niet rookt. Langzaam maar zeker gaat die longfunctie omlaag. Maar die gaat een stuk sneller omlaag op het moment dat iemand ziek is bijvoorbeeld. En dan zie je eerder dat die komt in de buurt van het niveau waar de beperkingen zijn. Dat is die stippenlijn die je ziet. En daaronder een stippenlijn van dood. Bijvoorbeeld iemand die COPD heeft, die gaat een stuk sneller naar beneden toe. En die krijgt dus beperkingen. Een beperking is bijvoorbeeld dat je, als je hier de trap op loopt, dat je bovenaan, dat je buiten adem bent. Of dat als je tegen wind fietst, dat je het merkt. Op het moment dat iemand nou vanaf zijn 25ste blootgesteld wordt aan fijn stof, wat gebeurt er dan? Dat is die rode lijn. Dan zie je dus dat het gaat veel sneller naar beneden toe. Dat betekent dus dat je veel eerder beperkingen zult gaan merken. Wat gebeurt er nou met iemand die vanaf zijn 25ste blootgesteld wordt aan fijn stof, maar die verhuist naar een gezond gebied, noem maar wat, een van de Waddeneilanden of ergens in de Alpen of ergens op een plek waar die niet blootgesteld wordt, dan zie je dat die gele lijn weer parallel loopt aan die groene lijn. Dus dat betekent dat je veel minder kans hebt op beperkingen. Maar wat gebeurt er nou bij een kind wat een leven lang is blootgesteld? Dat is de lijn die nu vertoond wordt. Die komt veel minder hoog. Dus betekent dus ook dat zo iemand veel sneller beperkingen krijgt. En dat is dus echt ook de reden dat de EU die normering gegeven heeft. Die normering die zo belangrijk is om niet boven die 25 uit te komen. Die normering speelt echt een rol en daarvoor is dat gedaan. Het vervelende is dat als wij kijken naar het nieuws van het afgelopen jaar, u heeft het ongetwijfeld heeft u het meegekregen, dat er allerlei bedrijven zijn die fraude plegen. Bijvoorbeeld Volkswagenfabriek. Met de dieselfraude. Zoals het ongetwijfeld zult u het weten. 11 miljoen auto's zijn gemaakt en die hebben allemaal schummeldiesel. Ik weet niet of u een Volkswagen heeft. Ik zal erkennen, ik heb een Volkswagen. Het is gelukkig een hybride. Het is geen diesel. Maar ik moet wel zeggen dat ik heb er echt wel heel veel moeite mee gehad toen die berichtgeving naar buiten kwam. Het is niet alleen Volkswagen. Het zijn meer merken zijn het geweest. Maar er is echt fraude gepleegd. Dus dat wil zeggen, wat gebeurde er? Op het moment dat die auto's getest werden, dan gaven ze de goede uitslag. En op het moment dat ze niet getest werden, dan stoten ze veel meer uit. En dat is misdadig.
Ik vind het echt misdadig. Ik vind het gewoon dat het niet kan. Als je dit soort gegevens weet, dan kun je dat op die manier kun je dat niet maken. Er is niet allemaal fraude en filters zijn toegepast. En het gaat langzaam maar zeker gaat het beter. Dat moeten we echt wel zeggen. Het gaat echt langzaam zeker gaat het beter. En wat wij nu ook zien is dat langzaam maar zeker wordt het fijnstofgehalte in Nederland wordt wat beter. Maar we moeten ons niet rijk rekenen. En we moeten het probleem niet bagatelliseren. En als ik dan terugdenk aan het vorige kabinet en de vorige minister van Verkeer en Waterstaat. Wat heeft hij gedaan? Die heeft nogal wat snelwegen, heeft ze van 120 naar 130 gebracht. Dat geeft geen tijdswinst, nauwelijks tijdswinst. Het is niet meer dan een minuut wat je gemiddeld dan sneller ergens bent. Maar het geeft wel een behoorlijke toename in de fijnstof. En dat is dus heel onverstandig. Dat moeten we dus gewoon niet doen. We moeten dus gewoon stemmen op partijen die gewoon de boel weer omlaag brengen. Want dit is gewoon niet goed. Dit is gewoon, en we moeten ook echt onze politici daarop aanspreken dat dit gewoon niet kan. Moeten we nou met elkaar voor een tientje naar Barcelona toe willen? Is dat nou goed? Moeten we niet gewoon accijns op kerosine heffen? Want het probleem, we lossen het niet op. Het is echt zo dat bij een vliegtuig er nog veel meer fijnstof komt. Dat noem je ultrafijnstof. Dat zijn de allerkleinste deeltjes. Dus dat kan echt kwaad. Het is een beetje een somber verhaal tot nu toe. Ik ga nu wat hoopvolle dingen ga ik noemen. Want wat kunnen we er gewoon met elkaar aan doen? Want we kunnen wel degelijk kunnen we er wat in doen. Ik ga u een aantal punten ga ik u noemen. Meer gebruik maken van de fiets en van de OV. Elektrische auto's. Als het kan, hybride of elektrische auto's. Probeer het te doen. Probeer het te kopen. Derde is filters op diesels. En geen Schumel of diesel. Vierde is restrictief parkeerbeleid. Het is ontzettend belangrijk dat we niet parkeerterreinen in de stad hebben, maar dat we zoveel mogelijk restrictief parkeerbeleid. Het kost moeite, zeker als je in een grote stad woont. Geen plastic verbranden in allesverbranders. Werkt het? Absoluut. Het werkt absoluut. We hebben voorbeelden in de wereld. Bijvoorbeeld Mexico City is van de meest vervuilde stad in de wereld. Vanwege al deze maatregelen die genomen zijn, is het aanzienlijk veel beter gegaan. Dus het werkt. Het helpt absoluut. In Amsterdam, in Rotterdam, Utrecht zien we op het ogenblik dat bepaalde gebieden dat je niet meer mag komen met vervuilende diesels. Dat is goed beleid. Misschien kost het even moeite, maar het is wel goed beleid. En het werkt ook wel. Dus het helpt absoluut. Wat ongelooflijk belangrijk is, is dat we uiteindelijk, kom ik even terug op het roken, dat we naar een situatie toe moeten dat het niet meer normaal is. Dat we in zoveel luchtvervuiling zitten. Zoals het nu niet meer normaal is om te roken. Dat was het 50 of misschien zelfs 20 jaar geleden was het nog wel normaal. Ik noemde het er straks al. Het is cafés, mag niet meer gerookt worden. Mogen zelfs niet meer aparte rookruimtes mogen er zijn. Het is heel actueel. We pikken het niet meer. We willen het niet meer. En ik denk dat we die kant ook op moeten. Als het gaat over luchtvervuiling. We kunnen dingen veranderen. Absoluut, we hebben het zelf in de hand. En uiteindelijk hoop ik dat we tot een situatie zullen komen dat alleen maar degenen die nog echt roken de enige zijn die echt nog moeten stoppen met roken. Dank u wel voor uw aandacht.